Welke Lego-architect bouwt zijn werk in zodanig waarheidsgetrouw dat onze juryleden erbij tot een seksuele climax kunnen komen? Wiens huzarenstukje is prikkelend genoeg om op te masten? Welkom bij... Lego Masters. Ja, verdienstelijk. Maar ik voel het toch nog niet helemaal. Ja, Iden. Kijk, de borsten zijn voor mij nog net iets te hoekig om echt met volle overgave te kunnen masten. Het komt bij mij niet echt binnen als lekkere memme, maar eerder gewoon als een hoop Lego-steentjes. Nu, wat ik wel geil of in zijn de blokjes. Ja, akkoord. Die beugel geeft inderdaad een soort van jeugdigheid die opwindend is. Maar het is het toch nog niet helemaal. Spijtig. Lego Masters. Dag Thibault. Jij wist vorige week te overtuigen met je seksboerderij. Benieuwd wat je vandaag voor ons getoverd hebt. Een Romeinse orgie. Wauw, een huzarenstukje zeg. Ja zeg Thibault, ik weet bijna niet waarop je eerst te masten. Zie ik daar een spitroost? Sosa Neuf. Een klassieker. Wat het voor mij vooral doet, is de oog voor detail. Hé, Laba. Ja, Thibault, je gebruikt het boekje. Sorry, maar zo is er geen kunst aan. Hè? Wij moeten hard zijn. Gedisqualificeerd. Ja, wat moeten we hiermee? Een grijze bol. Ik denk dat jij de opdracht niet goed begreep. Oh my god, de Death Star uit Star Wars. Oh, fuck ja. Yeah. Luke, Darth Vader, Admiral Ackbar voor de kenners. Oh ja. Compleet uitgemolken mediafrachise die al over zijn hoogtepunt heen is. Ik moet volwassen worden. Mezelf van de realiteit verschuilen in een warm dekentje van nostalgie. Oh. Ik denk dat we winnaar hebben. Bon, proficiat kandidaat nummer 3. Ja, hoe lang werk je daar zo aan? 125 uur. Amai zeg, dat kan ik nog altijd in, hè. Maar bon, het is het waard geweest. Proficiat, hè. Lego Masters.